Zo, welkom in Train Simulator, Train Sim Classic. Vandaag rijden de route van Gent-Antwerpen met de Hajatler 7859 en repaint van Elena op basis van de Chris Trains NS6400 reeks. We doen vandaag een overbreng van AM75 in het Bordeaux en 3 M4 rijtuigen in Euro kleur als remgewicht. We rijden vanuit Antwerpen richting Sint-Niklaas, waar we treincel gaan droppen. Bienvenue à Train Simulateur, aujourd'hui nous allons faire route de Anvers à Gand, avec la série de 78, un repeinture au base de version Chris Reins. Nous allons avec le AM75 et trois voitures M4 à destination de Saint-Nicolas. We zijn gelukkig om een intrain te maken uit 2023. We gaan houdt de schrijven van Antwerpen en Gent met die NMBS 78 rijen en een 75 rijen van wie richting Sint-Niklaas. Welkom in Train Simulator 2023. Today we gaan drijven van Antwerpen to Gent met de NMBS class 78 en de class 75. Ik vermoed dat we een klein technisch probleem hebben. Blijkbaar liggen de rails niet volledig aangebouwd. We gaan even onze consist verplaatsen. Even geduld, alsjeblieft. We gaan dat even fixen. We hebben even goshand gebruikt. Zo, nu kunnen we verder rijden.
Klinkt logisch, maar inderdaad, ATB werkt niet op deze lijn. Heel bizar, de lichten doen het helemaal. Ja, dat is een technisch probleem. De simulator, je ziet dat de trein dood is en toch geeft de pantograaf leven. Het is niet de bedoeling. We komen zo dadelijk voorbij Antwerpen-Bergen.
dicht, mag je natuurlijk aan deze snelheid niet voor het locomotief staan. En nu gaan we de kent in landen.
En we komen aan op de bundel van Sint-Niklaas. Zo, dus dan, thanks for watching!